show komt kijken. Wij gaan voor u presenteren vanmiddag, na maandenlange en wekenlange voorbereiding, tot en met de laatste minuten toe. We hopen dat u ontzettend veel van alles zult genieten. De kinderen en de leerkrachten hebben werkelijk hun uiterste best gedaan. Maar u weet het, met kinderen is altijd van alles te verwachten. Dus mocht er iets fout gaan, geef ze toch een hartelijk applaus. Want ze hebben enorm veel inzet getoond de laatste maanden. En om een klein beetje draaiende te houden, zijn er nog enkele belangrijke mededelingen te doen. Die zal meester Rob even voor zijn rekening nemen. Ik wens jullie een succesvolle, spetterende Lambertenshow. Jullie kunnen zien dat we eigenlijk kosten nog moeite gespaard hebben om er een mooie middag van te maken. De moeite, dat was geen probleem. De kosten, dat kan een probleem worden, dat hoeft niet. En daarom hebben we er achter in de hoek een tapje staan waar je pils en frisdrank kunt kopen. Als u dat maar genoeg doet, dan hebben wij helemaal geen kosten. Is dat afgesproken? Dan denk ik dat we met het eerste nummer kunnen beginnen. En ik denk ook dat het heel toepasselijk is. De vijfde klas van meester Kuipers heeft een stuk voorbereid en dat gaat over kinderen voor kinderen. En ze zingen daar een aantal liedjes en dat gebeurt live. We zijn er bij het programma van vandaag vanuit gegaan dat eigenlijk alles live moest gebeuren. En u begrijpt natuurlijk dat dat heel moeilijk is. Nu zijn er toch een aantal playbacks tussen geslopen. Maar die waren zo ontzettend goed dat we gedacht hebben van laten we ze maar erbij houden, want dat was gewoon grandioos. En ik hoop dat u er net zoveel plezier aan zult beleven als dat wij eigenlijk al gedaan hebben met het oefenen om de dag zo goed te laten slagen. De klas van meneer Kuipers, kinderen voor kinderen. Applaus! Kinderen voor kinderen.
Thank you.